de Mariniers, oftewel de admiraal de Ruiter Zeesoldaten, zijn lange tijd onthand geweest. We hebben hier in het Mariniersmuseum lang moeten wachten totdat ze weer een beetje uitgebeeld waren en raakten. Ze hebben nu een complete experience van gemaakt en we gaan eens eventjes lekker onszelf omdraaien en dan gaan we proberen 350 jaar in 3,5 minuten samen gebracht en gevat te krijgen. Dit is de Jan de Wit. Het is het zesde schip van de Rotterdam. Hij is 10 jaar later gebouwd en iets groter dan de Rotterdam. Het is een wel minicus tot in de details. Ja, fantastisch mooi model. Ze waren vroeger in het wit gekleed, hè? Ja. Maar wat is de reden eigenlijk, hè, dat die witte kleding, het waren alleen maar de mensen in opleiding, maar de reden was eigenlijk het zwarte, donkerblauwe wollen pak was toch moeilijk te wassen. En dit was perfect te doen. De borstel erop en klaar. Sergeant-majoor van Espen. Van Espen. Ja. Eerste die sneuvelde. Bij de Maasbrugge. Ja. De Maasbrugge bij het verzet plegen, ja. Tegen de Duitsers, tegen de Hun. Ja, u ziet hier inderdaad de achterkant ook een kogel, maar uiteraard is dat de uitgehaalde kogel. De marinier staat nooit met zijn rug naar de vijand toe. Dit is een exemplaar. Prachtig mooie exemplaar. Van de marinier, of de Duitse militairen, die dus op een gegeven moment geland zijn, 's ochtends vroeg om 5 uur op de Maas. Met 12 watervliegtuigen, dus uit de bootjes vandaan, zijn ze naar de wal gegaan om op een gegeven moment de brughoofden te bezetten. Misschien kunt u eventueel hier zien. Unieke collectiestukken. Uitrusting in Mali. Dat zijn de gesneuvelden. Zo zagen hun wapens eruit. Nadat ze op zijn bermbom waren gereden. Ik had ook zien. Een IP-tank. De hitte is zo gigantisch geweest dat inderdaad alles krom getrokken is. Waar zoek je naar? Naar in deze grot. En dat is een plantje of een... Oh, ik heb hem. Voor mij die toch? Hier kunnen we dan diverse opdrachten in je eentje of met z'n tweeën door de jeugd worden uitgevoerd. Zware beproevingen. Is er nog volle behoefte aan mariniers? Ja, zeker weten. Ja, we hebben er steeds meer nodig. Het is niet alleen de marinier, maar het is in totaliteit voor de feestjes belangrijk dat er toch wat veel gemotiveerd personeel komt. En wat motivatie betreft ben je bij de mariniers aan het goede adres. Zonder meer.